Scratch is een online programmeeromgeving en programmeertaal. Je kunt er animaties, games en apps mee programmeren. Scratch werkt met blokken en ieder blok staat voor een stukje code. Je hoeft dus niet zelf heel veel tekst in te gaan typen. De Scratch-omgeving bestaat uit vier delen. Allereerst de bibliotheek met codeblokken. De blokken code sleep je vanuit de bibliotheek naar het programmeerveld. Hieronder zie je alle afbeeldingen, ook wel sprites genoemd, die in je project zitten. Zelf kun je nieuwe sprites toevoegen. Het vierde deel is je projectveld, dat zie je hier rechtsboven. Om de code uit te voeren druk je op het groene vlaggetje. Belangrijk om te onthouden is dat de code steeds is gekoppeld aan een afbeelding of een sprite. Kijk maar, de kat beweegt wanneer ik op de groene vlag klik. Maar de andere sprite niet. Dat komt omdat deze nog geen code heeft. Naast code zijn er nog geluiden. Of kun je de achtergrond veranderen? Maar je kunt ook zelf tekenen. En zo kun je een animatie, game of app programmeren. Kijk op skillsdojo.nl voor een heleboel voorbeeldprojecten.